Het is op het moment zo gezien het. Het is één machtsvertoon. Ze hebben vorige week bij die man daar, dat is onze president, hebben ze twee handgranaten naar binnen willen gooien. Die hebben ze gewoon willen vermoorden, met andere woorden. Nou is hij bij een kameraad van hem, is hij hier mag hij blijven slapen. En daar hebben ze lucht van gekregen. Het adres is doorgegeven, dus ze wisten dat hij hier was. Dan was hij ook veilig. Nou moet hij weg. Hij is in geen één gemeente is hij meer welkom. Duitsland is hij niet welkom. Wel bij onze brothers natuurlijk. Maar Duitsland zelf niet. Nee, laat mij even praten, jongen. Je kunt gewoon dadelijk ook je dingen doen. Echt, je kunt alles praten, alleen we doen het achter het hek. Dat is nu de afspraak. Er zijn meerdere. Ik loop met jou mee. Hij is mijn woning. Hij wordt bedreigd met zijn leven. Zoals jullie hebben kunnen lezen en hebben kunnen zien op tv. Er zijn granaten bij hem naar binnen willen gooien. Die man, ik weet het niet. Waar moeten we met die man naartoe? Willen ze hem opsluiten zijn leven lang? Kan toch niet, jongens? Hij moet toch ergens kennen zijn wat hij veilig is, zoals iedere normaal mens. Wij zijn ook maar gewoon mensen. Wij zijn geen beesten. Wij zijn gewoon normale mensen die een motorclubje hebben en die samen gaan rijden. And that's all. En we hebben niks met drugsovernames, met territoria's. Daar hebben wij helemaal niks mee van doen. Wij willen gewoon biker zijn. And that's all. Maar waar moeten jullie nou weg? Vertel het mij maar. Heb je niks gezegd erover? We hebben een brief gekregen en daar staat gewoon letterlijk in. Meneer Raamakers verblijft. We hebben vernomen dat meneer Raamakers in dit huis verblijft. En hij moet onmiddellijk het pand verlaten. Want er is een gemeenteverordening van de burgemeester van de gemeente Echt. Schijnbaar heeft dit georganiseerd. Wij weten niet waar we met hem naartoe moeten. Want we maken hier niet uit. Onze auto's worden onderzocht. We hebben niks gedaan. We hebben niks gedaan. Ik weet het niet. Weet u het? Nu heeft de politie gezegd dat er een feest zou zijn vanavond hier. Ach, koldig. Dat is helemaal niet waar. Onzin? Ja. Nee, man. We kennen nou feest. Ja, ik weet die man die is aan de dood ontkomen.